Je komt er net zomaar binnen in het nieuwe fabriek van CSK. Want het bedrijf stelt tige hege eersken onder hygiëne. Zo weinig mogelijk meesken op een vlier. Zo skeer mogelijk, hygiënisch mogelijk. En ja, dat is het proces wat wij gaan. Ja, dat is heel erg belangrijk, want we maken hier bacteriën. En die bacteriën die komen uiteindelijk terecht in de kaas en de yoghurt die wij eten met elkaar. Dus het is heel belangrijk dat wij hier een maximale hygiëne standaard hoog houden. CSK had maar duizenden cheeseculturen, bacteriën die het nodig binnen voor cheeseproductie. Die werden overgebracht van de oude productielocatie in Ede naar Ljouwert. Maar dat neemt tijd. En op dit moment kennen wij ongeveer 30% zoen wij commercieel jemaatje kennen en de rest kennen we naar Ede. Maar dan zijn we er ook bezig met een validatieproces. Nou, wij hebben de beleving dat wij zorg moeten dragen voor goede smaak. En dat zorg dragen, dat uitzicht, dat op het moment dat wij een nieuwe fabriek aan het opbouwen zijn, zoals hier, dat wij dan er zeker van moeten zijn dat de producten die eruit komen dezelfde zijn als die 20 jaar geleden gebruikt werden om kaas te maken. Het eindproduct in een beker of een kartonpak is genoeg voor de productie van zo'n 10.000 kilo cheese. Het eindproduct wordt opslaan in het pakhuis met een constante temperatuur van maar liefst min 55 graden. We druppelen die producten in vloeibare stikstof, waarbij ze tot min 180 worden bevroren. Dan krijg je een soort knikkertje. En uiteindelijk verpakken we ze inderdaad en slaan we ze op bij min 55. Dan weten wij zeker dat het product meerdere jaren houdbaar is en vervoerbaar is en te gebruiken door onze klant. Met het nieuwe fabriek ziet de toekomst van CSK er goed uit. De omzet groeit de laatste jaren tussen de 5 en het 10%. Takomier, hier met het bedrijf een nieuwe onderzoekslocatie in Wageningen. Maar het haatkantoor is en bloot in Ljouwert. Daar werk je 180 mensen.